Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag tijdens een persconferentie informatie gedeeld over de wegen die dit jaar geasfalteerd zullen worden en welke ontwateringswerken er op komst zijn. In Paramaribo, Wanica en Saramaca zullen voornamelijk projecten uitgevoerd worden om de wegen te verbeteren. Er zijn echter ook enkele projecten voor Para opgenomen in deze rehabilitatiefase. Minister Riad Noor Mohammed zei dat voor wat ontwatering betreft aan het eind van het jaar veel problemen opgelost moeten zijn. Daarnaast zal de focus dit jaar ook liggen op de uitvoering van projecten in diverse woonwijken. Ik geef een voorbeeld bij, ik weet niet waar we laatst waren, Sofiaslus. Gaan we kleine ingrepen doen bij Sofiaslus ook. Een kleine ingreep om mensen te helpen van langdurig wateroverlast. Die dingen vinden ook plaats, zijn vandaag niet gepresenteerd. Wegen is een grote nood. Met betrekking tot wegen hebben we nog meer in de planning. Alleen wachten we op goedkeuring van financieringsbronnen. Ik kijk naar het plaatje en we weten vanaf ik hier ben, maar ik denk eerder ook, elke dag krijgen we app. Minister Suralco weg, wanneer komt Suralco weg? Wanneer is Mago weg? Er is ook een bekende weg die men me gisteren nog vroeg. Churchillweg. Churchillweg zit ook in de planning. Alleen wachten op de financiering. Dus zodra wij groen licht hebben voor de volgende financiering, zullen we weer uitnodigen voor zo'n heldere presentatie. De bewindsman zei ook dat er in elk district wegen zijn die in de volgende fase van de rehabilitatie aangepakt zullen worden. Het enige dat ontbreekt voor de uitvoering is de financiering. De wegen die in de komende periode aangepakt zullen worden, zijn gekozen op basis van zware overweging. Het heeft volgens de bewindsman niets te maken met politiek of een beleid op basis van populisme. Wat is het veiligst? Wat wordt het meest gebruikt? Wat is het best voor de samenleving? En een keer gaan we komen bij de woonbuurten. Want uiteindelijk wil iedereen hebben in zijn woonbuurt dat zijn goed opgehaald is, dat zijn weg bestraat is of verhard is. Dat zijn weg ook een verkeersbord en een wegmarkering heeft. Die tijden zullen zeker komen. De bewindsman benadrukt dat het ministerie met de aanpak van grote problemen begint binnen haar beleidsgebied om die vervolgens op burgerniveau verder aan te pakken.